Ik ben Julia van Weert en ik werk op de afdeling communicatiewetenschap en ik doe al 16 jaar onderzoek naar communicatie tussen behandelaars en patiënten, heel veel patiënten met kanker. En dat doen we eigenlijk altijd met videoopnames. Dus ik heb echt honderden videoopnames gezien van gesprekken tussen artsen en patiënten en ook tussen verpleegkundigen en patiënten. We doen ook heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld wat mensen, patiënten onthouden van die informatie. Dus dan vragen we bijvoorbeeld na afloop van zo'n gesprek, wat heeft de dokter verteld over dit of dat of dat? En dat leggen we naast de videoopname. Zo kunnen we zien wat patiënten onthouden en begrepen hebben. En we doen ook veel onderzoek naar informatiebehoeften. Naast dat ik daar dus al 16 jaar onderzoek naar doe, ik moet een beetje bij de microfoon blijven staan, geloof ik. Ben ik sinds 2 jaar ook ervaringsdeskundige als partner. Niet met borstkanker. Mijn man kreeg ongeveer 2 jaar geleden, 1,5, 2 jaar geleden, lymfeklierkanker. En hij kreeg op dat moment de boodschap, het kan weggaan, maar het kan ook weer terugkomen. De boodschap die waarschijnlijk een aantal van jullie ook gehad heeft, of niet gehad heeft, en toch later ervaren, zoals Marijke ons net vertelde. Dus ik kan ook vanuit dat perspectief een beetje meekijken en meedenken. En ik moet zeggen dat het mijn onderzoek wel verdiept heeft. En dat het me niet tot heel andere inzichten heeft gebracht. Dus het heeft me wel gesteund in dat we met ons onderzoek goed bezig waren. Wat het mij in ieder geval heeft geleerd is de betekenis van het woord hoop. Dat zal voor heel veel van jullie denk ik in de zaal ook gelden. Dat je pas echt weet wat dat woord hoop betekent. Als je in een situatie komt zoals wij allemaal. Dat je van heel dichtbij te maken krijgt met kanker. In dezelfde tijd dat mijn man te horen kreeg dat hij kanker kreeg, misschien beter zou worden, misschien niet. Hadden we een vriend die kreeg de boodschap, je hebt kanker en het ziet er niet goed uit. Dus die kreeg eigenlijk meteen te horen, er is wel levensverlenging mogelijk, maar je wordt niet beter. Dus ook zij hebben natuurlijk met hoop en vrees heel erg te maken gehad. En ik zal af en toe ook dus voorbeelden proberen te geven vanuit onze eigen ervaringen. Want meestal geef ik presentaties voor zorgverleners, aan artsen of aan verpleegkundigen. En het is voor mij eigenlijk vrij nieuw om patiënten en hun naasten toe te spreken. Nou, wat weten we uit onderzoek? Dat patiënten die tevreden zijn over de communicatie en over de informatievoorziening, dat die minder angst en zorgen hebben en op de langere termijn ook betere kwaliteit van leven. We weten echter ook dat er nog heel veel problemen in Nederland zijn met de communicatie. Dit zijn cijfers uit een promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg dit jaar. En daar kwamen toch best wel redelijk soms schokkende cijfers uit, vond ik, over waar mensen ontevreden over waren. Mensen die vonden dat ze weinig informatie hadden gekregen over de ziekte, over de behandeling, over te verwachten effecten. Wat levert die behandeling op? Wat kan ik ervan verwachten? Over de bijwerkingen. En grootste ontevredenheid eigenlijk over de nazorg. Nou, wat wil ik daarom vandaag doen? Ik wil toch een beetje met jullie doorheen lopen. Wat kun je nu zelf doen? Ik heb bij in onderzoek proberen dus heel veel aan de behandelaarskant feedback te geven en te verbeteren door middel van trainingen en interventies die we ontwikkelen. Maar vandaag wil ik vooral eigenlijk kijken, wat kun je nu eigenlijk als patiënt daar zelf aan doen om toch te zorgen dat jij die informatie krijgt die jij graag wil hebben en die dus een aantal van u misschien niet gekregen heeft. Om te beginnen is het denk ik heel belangrijk dat niet elk mens hetzelfde is. En dat geldt zeker ook voor informatievoorziening. Heel zwart-wit kun je zeggen, je hebt de vechters en je hebt de vluchters. Als je wat meer naar de communicatie kijkt, dan kun je zeggen van nou, dat je te maken krijgt met kanker is een hele stressvolle situatie. Er zijn mensen die gaan die stress te lijf door heel veel informatie te zoeken en te verzamelen. De monitors noemen we dat in vaktermen, maar je kan ook zeggen dat het zijn informatiezoekende mensen. Die stellen veel vragen aan hun arts, die gaan het internet op, die zoeken alles af, maar je hebt ook een groep die gaat die stress te lijf door de informatie te vermijden. Dus juist veel minder op zoek te gaan. En eigenlijk wil ik u vragen om eens even een halve minuut met buurman, buurvrouw te overleggen. Wat voor iemand ben jij nou zelf? Ben je meer een vechter of ben je meer een vluchter? Ben je een informatiezoeker of ben je een informatievermijder?
Mag ik globaal even wat vingers zien? Wie zou zichzelf meer beschouwen als een vechter? En wie beschouwt zich iets meer als een vluchter? Nou, de vechters hebben duidelijk de overhand. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want de vluchters die komen niet naar dit soort dagen. Over het algemeen. Dus heel bewonderenswaardig dat de vluchters die zichzelf nu hun hand opgestoken hebben, hier toch zitten. Maar dat zijn eigenlijk niet de mensen die dit soort dagen bezoeken, natuurlijk normaal gesproken. Dus ik had wel verwacht, de meerderheid van de zaal hier zal een vechter zijn. Dat weet je overigens niet altijd van tevoren, want bijvoorbeeld in mijn eigen situatie, ik heb het hele internet afgestruind, overal informatie vandaan gehaald. Maar mijn man, die daarvoor een wandelende encyclopedie was, die zelf in de medische circuit werkt, die altijd met kennis bezig was, die heeft helemaal niks gelezen. Die heeft echt niks gelezen. Niet op internet, geen folder, geen boekje, echt helemaal niks. En dat zou ik van tevoren niet zo ingeschat hebben. Dus je kan ook nog anders er tegenaan kijken. Nou, als je nu als vechter eens gaat bedenken, ja, ken ik eigenlijk vluchters in mijn omgeving? Dan zal je daar wel op komen, denk ik. Gemiddeld genomen zijn oudere mensen iets vaker een vluchter. Of de wat meer informatie vermijdend. Mannen kunnen ook wat meer informatie vermijdend zijn. Maar voor de communicatie kan het heel belangrijk zijn. Omdat als je dat weet van jezelf, dat je heel erg gestrest wordt van hele gedetailleerde informatie, kan je dat wel aangeven aan je behandelaar, als je die toch krijgt. Als je weet van jezelf, ik kan die stress te lijf gaan, door juist die informatie wel te krijgen en door veel informatie te krijgen, kun je dat ook aangeven. Want er is ontzettend veel informatie beschikbaar. Nou, nog eventjes wat extra cijfers, specifiek over de spreekkamer en het consult. Daar vinden we eigenlijk toch wel een heleboel problemen. Patiënten die met vragen blijven zitten, patiënten die veel informatie toch niet helemaal begrepen hebben, of niet onthouden hebben, of gewoon door de stress vragen zijn vergeten te stellen. En daarmee wil ik in ieder geval als take-home message meegeven, boodschap om mee naar huis te nemen. Denk nooit voor de ander en denk ook niet voor je behandelaar. Gedachten die ook uit onderzoek zijn gebleken en die ik ook zelfs bij mezelf heb ervaren, is dat je toch heel snel denkt, maar die arts heeft het al zo druk. Daar heeft hij geen tijd voor. Straks vindt hij me een zeur, straks vindt hij me dom, straks ben ik een psychosociaal geval. En je kan met heel veel gedachten in je hoofd zitten die je belemmeren om toch je vragen te stellen. Maar het is aan de behandelaar om te zeggen als hij geen tijd heeft. Als jij nog een lijstje met vragen hebt, dan hoef jij niet voor de behandelaar te besluiten of die tijd heeft om ze te beantwoorden of niet. Als hij of zij daar geen tijd voor heeft, dan maakt hij wel een nieuwe afspraak. Dus je hoeft niet voor de ander te denken. Denk voor jezelf, zou mijn advies zijn. Nou, dus waar het eigenlijk heel vaak misgaat, is toch wel dat mensen zich schamen, dat ze onzeker zijn, dat ze niet durven onderbreken. Dat heb ik zelf ook ervaren met artsen die bijvoorbeeld heel erg veel tijd, zelfs ik dus, die heel erg in de communicatie zit en mijn man die in de medische sector zit. Als je dan iemand voor je hebt die heel erg uitgebreid gaat samenvatten wat er allemaal is gebeurd, terwijl je eigenlijk op hete kolen zit van ja, maar dat weet ik allemaal wel, maar ik heb nog mijn 20 vragen die ik wil stellen, dan is het zelfs voor mij heel moeilijk om te onderbreken. Toch zou ik adviseren, verzamel je moed en haal diep adem en probeer toch je vragen te stellen, je zorgen te bespreken en je angst te tonen als je daar behoefte aan hebt, natuurlijk. Dus ken jezelf en ga niet voor een ander denken, maar durf dat wel gewoon te doen. Nou, ga ik nu heel eventjes een beetje op de theorie in. Eigenlijk hebben behandelaars, die hebben als doel in de communicatie het geven van informatie, maar ook het geven van steun. Van patiënten weten we, ze hebben eigenlijk grof gezegd twee soorten behoeftes. Patiënten hebben de behoefte om de need to understand, noemen we dat. Ze willen graag weten wat ze hebben, hoe kunnen ze behandeld worden, wat kan eraan gedaan worden. Maar ook de need to feel understood. Mensen willen zich ook begrepen voelen en gesteund voelen. En wat we wel heel erg vaak in onze videoopnames vinden, is dat bij behandelaars de allergrootste focus over het algemeen toch ligt op het geven van medisch-technische informatie.
En over het algemeen een stuk minder op het geven van psychosociale steun. Daar kom ik nog later op terug. We weten wel uit de literatuur, als er ingegaan wordt op angsten en zorgen, en als de informatie goed is afgestemd op waar de patiënt en de naaste behoefte aan heeft, dan wordt die informatie beter begrepen en onthouden. En dat leidt uiteindelijk tot een heleboel positieve uitkomsten. Grotere tevredenheid, beter omgaan met de ziekte, betere kwaliteit van leven enzovoort. Dus ik wil vandaag op deze drie aspecten ingaan. Wat onthouden mensen nu eigenlijk van de informatie? Hoe kun je zorgen dat de informatie is afgestemd op je behoeftes? En hoe kun je je angsten en je zorgen bespreken? Want die informatie, hoe je het ook bent of keert, als je te maken hebt met kanker, we hebben het denk ik net ook alweer gezien in de presentatie, informatie is complex. Dat is gewoon best moeilijke informatie die te maken heeft met die behandeling. Bovendien ben je gestrest, je bent emotioneel gespannen. We weten ook uit de literatuur, als je heel gestrest bent, heel veel zorgen hebt, is het al veel moeilijker om informatie op te nemen. Het is eigenlijk heel belangrijk om belangrijkste zorgen dat die weggenomen worden. Dus er zijn eigenlijk best veel problemen om zo'n gesprek goed te voeren. En wil ik eigenlijk even illustreren aan de hand van een onderzoek wat we hebben gedaan naar voorlichting over chemotherapie. Wie van u heeft te maken gehad als patiënt of als naaste met chemotherapie? Heeft zijn hand. Ja, dat zijn er echt behoorlijk veel. Nou, de meeste van u zullen weten dat in Nederland chemotherapie wordt eigenlijk altijd aan het begin voorafgegaan door een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige. De meeste van u zullen dat gehad hebben. Nou, we hebben in 10 ziekenhuizen dat verpleegkundige voorlichtingsgesprek op video opgenomen. En dat gesprek duurde over het algemeen gemiddeld een uur. En er werden gemiddeld 82 onderwerpen besproken. Als je dan keek van, nou, waar gingen die allemaal over? Dan zie je, dan zie je ook hier weer. Dat je, zeg maar, een kwart was echt medisch technisch. Wat is die chemotherapie? Wat voor stofjes zitten erin? Hoeveel zakjes krijg je van dit? Hoeveel zakjes krijg je van dat? Echt best wel gedetailleerd medisch technisch. Ruim een kwart over de bijwerking, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Welke bijwerkingen er kunnen optreden. Nog veel belangrijker hoe je om kunt gaan met bijwerkingen. Maar bijvoorbeeld het psychosociale aspect. Ziet u er tegenop? Waar ziet u vooral tegenop? Welke bijwerkingen wordt meestal tegenop gezien? Dat kwam eigenlijk heel erg weinig aan de orde. We hebben toen ook gekeken wat voor adviezen er allemaal gegeven werden. Er werden dus best wel veel adviezen over bijwerking gegeven. De meeste gingen wel over bijwerking in het mondslijmvlies, eten, voeding, eten en drinken en bijwerkingen in het beenmerg. Nou, dit zijn natuurlijk heel nuttig, omdat dat bijwerkingen zijn waar je zelf ook veel aan kunt doen. Maar gemiddeld werden er toch wel 30 adviezen gegeven in 1 uurtje tijd. En we hebben meteen na dat gesprek aan de mensen gevraagd, wat voor adviezen heeft u verpleegkundige gegeven? En dan konden mensen meteen na het gesprek ongeveer 7 uit navertellen. En dat getal vinden we trouwens heel vaak, ook bij anders dit soort onderzoek. Dus er zit gewoon een beperking aan wat je kunt onthouden. Als jullie straks naar huis gaan, heeft u ook niet alles onthouden wat ik heb verteld. Mag je dus heel blij zijn als je 7 dingen hebt onthouden. Nou, we hebben daar wel heel veel aandacht met de verpleegkundigen aan besteed, ook prioriteiten stellen. Er werden bijvoorbeeld ook heel veel bijwerkingen besproken die heel zeldzaam waren of niet ernstig. Dus het is natuurlijk heel belangrijk omdat de voorlichting gegeven wordt over de bijwerkingen die ernstig zijn of die vaak voorkomen. En we hoorden dat ook wel heel veel terug hoor, van patiënten. Van, er werd zoveel verteld dat ik het bijna niet meer kon onthouden. Ik weet het allemaal echt niet meer, er kwam zoveel op me af. Vaak kan dat wel heel snel zijn, hè, die chemotherapie. Je hebt eigenlijk pas net gehoord dat je kanker hebt en je zit al in zo'n gesprek. Maar het gekke is, als je naar die video's kijkt, heb je dat eigenlijk nooit door. Dus zorgverleners hebben dat ook niet door. En dat is misschien wel iets wat belangrijk is om te beseffen. Als ik naar die video's kijk, dan denk ik, heb ik echt de indruk dat iedereen alles begrijpt. Wat dus achteraf en onthoudt. En dat heeft die zorgverlener, denk ik ook, of die behandelaar. Dus als je het niet begrijpt, vraag het of zeg het, want je kan dat niet ruiken. Als je dat niet toont, kan een behandelaar dat ook niet weten. Nou, wat kun je zelf doen? Dit zijn misschien wel mijn belangrijkste tips voor vandaag en die klinken heel erg voor de hand liggend. Maar uit onderzoek zijn dit wel de meest effectieve dingen die je zelf kunt doen. Ik ga er nog wel ietsje dieper op in. Ken jezelf, heb ik eigenlijk net al gezegd. Bedenk dus goed, wat wil ik nou eigenlijk weten over mijn ziekte en de behandeling?
Maar bereid je ook goed voor op een consult, dus op een spreekuurgesprek. Schrijf je van tevoren je vragen op en zorg dat degene die eventueel met je meegaat, dat die ook weet wat jij graag zou willen bespreken. En dat diegene misschien zelf ook wat dingen te bespreken heeft, want dat kan natuurlijk ook nog aan de hand zijn. We weten dat als mensen dat doen, zich goed voorbereiden, dat ze actiever meedoen aan het gesprek. Nou, als jij actief meedoet aan het gesprek, dan is het gesprek al automatisch meer gericht op wat jij zelf belangrijk vindt. En dat leidt automatisch ook weer toe dat je die informatie beter zult onthouden. Dus probeer er ook alert op te zijn. Het heeft gewoon een functie als je zelf actief bent in zo'n gesprek. Wat uit onderzoek ook heel effectief is gebleken als je het gesprek opneemt. Tegenwoordig kunnen heel veel telefoons die kunnen dat gewoon het gesprek opnemen. Kan je het achteraf nog eens naluisteren. Ik heb het zelf ook aan den lijve ondervonden met mijn man dat we het soms achteraf totaal iets anders hadden begrepen. Dat we echt zeiden, nee, maar hij zei toen dat. Nee joh, hij zei dat. En dat echt behoorlijk ver uit elkaar kon liggen. Dus je zit daar toch, je zit met al je stress en je spanning en je hoort gewoon niet alles. En dat opnemen, dat moet gewoon mogen. Je moet het natuurlijk wel bespreken aan het begin van het gesprek. Vind je het goed als ik het opneem? Er zullen artsen waarschijnlijk zijn die het niet goed vinden, maar eigenlijk zijn geen juridische redenen om het niet. Eigenlijk mogen ze geen nee zeggen. En heel veel artsen vinden het wel goed. En verpleegkundigen ook. Nou, als jullie op de website van de Borstkankervereniging kijken, bbewust.nl, dan heeft de Borstkankervereniging ook hele mooie checklists ontwikkeld. Die je kunnen ondersteunen bij de voorbereiding van het gesprek. En wij hebben zelf daar ook onderzoek naar gedaan en ook literatuurstudies naar gedaan. En dat is echt een hele effectieve manier om te zorgen dat dat gesprek gewoon zo goed mogelijk bij jou past. Dus ik kan echt iedereen aanraden om op die website te kijken. Je kan het nu ook online al van tevoren doen, waardoor het precies de vragen die jij wilt stellen op jouw internetpagina komen te staan. Nou, dit is een voorbeeld uit de checklist van de Borstkankervereniging voor uitgezaaide borstkanker. Je kunt dus kiezen uit een heleboel onderwerpen en je kan zelf aanklikken. Nou, vandaag wil ik het graag hierover hebben, want dat kan natuurlijk veranderen. Onderwerp waar je misschien in het begin niet aan toe bent, kan je in een latere fase misschien wel aan toe zijn. Dus dat zou ik zeker aanraden om daar gebruik van te maken, want het is echt een effectieve manier. Dit is ook bij het chemotherapieonderzoek gedaan. Bij het chemotherapieonderzoek hebben we eigenlijk van 70 onderwerpen gevraagd aan patiënten, hoe belangrijk vind je het? En we hebben ook aan die verpleegkundigen gevraagd die de voorlichtingsgesprek doen, hoe belangrijk vind je het? En we hebben op de video's gekeken hoe vaak het aan de orde kwam. Nou, dat hebben we onderverdeeld in 7 categorieën, want anders moet ik hier 70 onderwerpen gaan behandelen. En de eerste 3 daarvan die zijn echt kankergerelateerd. Dus dat is gewoon informatie over de behandeling en over de ziekte. Hoe kun je thuis omgaan met bijwerkingen en het bespreken van de toekomst. Nou moet ik zeggen, dit waren verpleegkundige gesprekken. Die hebben over het algemeen niet als taak om iets over de prognose te zeggen. Maar toch hebben heel veel patiënten wel de behoefte om op de een of andere manier de toekomst te bespreken, ook met de verpleegkundige. Al meer in niet zozeer van hoe lang heb je nog te leven, maar wel wat zijn de waarden in je leven, wat kun je wel of niet nog doen. Gewoon bespreken, hoe ga ik mijn leven verder invulling geven. Nou, als je naar deze staafjes kijkt, dan zie je dat informatie over behandeling en over het omgaan met behandeling, zowel door patiënten als door verpleegkundigen heel belangrijk werd gevonden. Maar het bespreken van de toekomst zien verpleegkundigen dus veel minder als een taak van zichzelf. En als we dan in de video's gingen bekijken hoe vaak kwam het aan de orde, dan is dat ook een onderwerp wat bijna nooit aan de orde kwam. En dat is trouwens ook een onderwerp wat bij artsen lang niet altijd op tafel komt. Dus ook hierin wil ik meegeven, als je daar behoefte aan hebt, als je denkt het is mij toch te vaag, wat kan ik nu eigenlijk verwachten van de toekomst? Vraag dat aan je behandelaar, want heel veel behandelaars vinden dat zelf ook een lastig onderwerp om op tafel te leggen. En als je wel die behoefte hebt, moet je er dus zelf mee komen. Anders is niet per definitie gegarandeerd dat het verteld wordt. Jij zei net wel van, nou, ik zeg altijd in mijn gesprek, maar dat geldt dus niet voor elke arts. Wat ook wel opvallend was, is dat heel veel patiënten vinden natuurlijk die praktische tips heel belangrijk. Van, ja, wat kan ik nu zelf thuis doen om bijwerking te voorkomen of ermee om te gaan? En dat kwam toch relatief weinig aan de orde. Dus het was eigenlijk te weinig praktisch.
Nou, we hadden ook nog drie categorieën met meer algemene communicatiebehoeftes, waarvan we uit de literatuur weten dat veel mensen dat belangrijk vinden. Nou, allereerst gewoon het affectieve, hoe steunend, hoe empathisch is mijn zorgverlener. De aandacht voor naasten, want voor de naasten heeft het natuurlijk ook een enorme impact, die hele behandeling, die hele toekomst. De persoonlijke afstemming, is dit informatie die aan iedereen hetzelfde wordt gegeven of wordt er echt gekeken, dat het is afgestemd op mijn persoonlijke situatie. En informatie over het omgaan met de ziekte. Nou zien we hier eigenlijk dat verpleegkundigen daar nog groter belang aan hechten dan patiënten. Maar dat met name aan de naaste gemiddeld genomen erg weinig aandacht werd besteed. Natuurlijk staat de patiënt centraal. Maar voor heel veel naasten is het wel heel fijn als op de een of andere manier daar toch naar gevraagd wordt van hoe gaat het nu thuis? Wat kunnen jullie samen doen om met die ziekte en die behandeling om te gaan? En dat hebben we dus vrij weinig gezien. Ook was het heel vaak toch wel een beetje standaard verhaal. Dus dat geeft eigenlijk des te meer aan van als jij in een bijzondere situatie zit die je zorgverlener dus niet altijd kent, geef het zelf aan. Omgaan met de ziekte kwam ook wat minder aan de orde, maar dat was niet zo gek, want die voorlichtingsgesprekken zijn natuurlijk in het begin van de behandeling. En dan ben je nog bezig met echt die behandeling en nog niet zozeer met bijvoorbeeld patiëntenverenigingen of dat soort adviezen. Nou, als we dan op die individuele onderwerpen kregen, dan waren dit eigenlijk de onderwerpen waar het grootste verschil was tussen wat patiënten belangrijk vinden en wat in de praktijk aan de orde kwam. En dat ging toch ook wel vaak over de emoties. Dus bijvoorbeeld chemotherapie kan er echt voor zorgen dat je anders in je emoties gaat zitten als wat je van jezelf gewend bent. Überhaupt het hebben van kanker misschien wel. Daar werd dus eigenlijk nauwelijks over gesproken. Ook niet wat angsten of zorgen eigenlijk waren van mensen. Nou, overlevingskansen bespreken is dus niet echt een taak van de verpleegkundige. Maar het over de toekomst hebben, dat werd dus ook weinig gedaan. Wat we best nog vaak zagen is soms ook nog wel twijfels over de behandeling. Is het nu voor mij de meest geschikte behandeling? Dat werd eigenlijk vaak was die beslissing al genomen, we gaan dit doen. En was er eigenlijk geen ruimte meer nu u dit alles gehoord heeft. Hoe kijkt u nu tegen de behandeling aan? Dat soort vragen worden eigenlijk vrij weinig gesteld. Terwijl het wel goed zou zijn om toch nog even te bezinnen. Wil ik dit eigenlijk wel? Heel belangrijk staat stil wat voor jou belangrijk is en zeker in het geval van uitgezaaide borstkanker is het ook heel belangrijk wat is voor jou kwaliteit van leven. Dat kunnen anderen eigenlijk niet voor je beslissen, want dat is iets wat je alleen maar voor jezelf kan bedenken. Van wat wil ik wel en wat wil ik niet en wat wil ik nog, wat heb ik ervoor over of niet. We weten bijvoorbeeld dat ouderen in het algemeen niet heel veel minder bijwerking accepteren voor een iets langere levensduur, terwijl jonge mensen daar over het algemeen veel verder mee willen gaan. Dat ze gewoon meer bijwerkingen accepteren om levensduur te verlengen. Nou, mijn conclusie is eigenlijk de waarde van communicatie moet niet worden onderschat. Communicatie hoort tweerichtingsverkeer te zijn, is het in de praktijk lang niet altijd. En ik heb eigenlijk de boodschap mee willen geven, daar kun je zelf een rol in spelen. Dus probeer jezelf daar bewust van te zijn. Je bent er zelf bij om te zorgen dat het tweerichtingsverkeer wordt. En heel belangrijk, ken jezelf en wees trouw aan jezelf. Dus zorg dat jij krijgt wat jij nodig hebt. Dat was mijn verhaal.